Lekker wijf, hoertje, slechtje. Ja, van nou. Wat kanker Chinees of dit of dat. Gelwijf. Waar ga je heen? Of waar gaan die leuke beentjes heen of zo? Ja, iedereen heeft er wel mee te maken gehad, denk ik, hier zo in Rotterdam. Dus ja, het hoort er denk ik gewoon ergens bij, I guess. Als het gebeurt, vind ik het niet echt lastig gevallen. Ja, want je weet gewoon in de stad dat er allerlei mensen rondlopen die... He, waar ook weer wat mee mis is of wat. En als die dan wat aan je gaan vragen of achter je aanlopen, dan kan je dat wel als intimidatie zien of zo. Maar dat vind ik dan niet echt. Mijn zusje, daar hoor ik wel eens verhalen over. Dat zij inderdaad wel eens wordt nagefloten inderdaad. Of dat zij heeft er wel eens last van, ja. Nou, als ik het zie, dan zeg ik er meestal ook wel wat van. Als het onterecht is natuurlijk, dan doe ik dat wel. Dan kan ik dat niet voor me houden, dat is wel zo. Ik laat het meestal gewoon gaan. Of ik zeg ook vaak hallo en dan is het ook gauw klaar. Want soms zeg ik het ook wel van laat me verdienen met trust of wat markeert erna aan je. En dan meestal durf ze dan weer niks te zeggen. Dan zijn ze een soort van gepikeerd. En ze zeggen ja, gewoon doorlopen en niet achterom kijken, redden. Hallo. Hoi. Hoi. Op alle plekken natuurlijk waar je het ook niet verwacht. Dus daar kan je weinig, als gemeente denk weinig aan doen. Vervelend is dat natuurlijk gebeurt als er geen handhaving in de buurt is. En om daar nou helemaal undercover voor te gaan, ja, dat weet ik ook niet. Wellicht boetes iets verhogen of weet ik het, iets meer op attenderen. Je voelt je veiliger als er meer verlichting is 's avonds. En als je meer politie ziet, dus als je meer plekken hebt waar je veilig kan lopen. Ik vind dat inlichting niet per se helpt. Ik vind dat het meer zit bij het opvoeden van je kind, eerlijk gezegd. Het moet gewoon van mensen zelf komen. Dat ze gewoon moeten stoppen met racistische opmerkingen. Etcetera. Niet mensen moeten vooroordelen op hoe ze daaruit zien, etcetera.